Ewout Pletings, centrale verdediger bij OHL, 21 jaar en afkomstig van Gerardsbergen. Dat is bij mijn jeugdploeg, zal ik maar zeggen. Mijn eerste jeugdploeg, KSV Gerardsbergen, waar dat eigenlijk allemaal een beetje begonnen is. Dus gewoon bij mij in de stad. Mijn eerste ploegje, 4 jaar gezeten, alvorens verder door te groeien en altijd een stapje omhoog te zetten. Ja, weet je nog waarom en hoe dat toen begonnen is? Enerzijds omdat mijn oudere broer voetbalde, dus dan is dat zo een beetje logisch. Ik ben een jaar jonger dat ik zo'n beetje volgde in zijn voetsporen. Maar eigenlijk ben ik zelf al op hetzelfde moment als hem ongeveer ook mee beginnen spelen. En die microbe was er van jongs af aan wel al. Op school, ook in de speeltuin en zo heb ik altijd gevoetbald. Ik denk dat als ik nu leerkrachten en zo van vroeger zie, dan zeggen die dat ook van dat het er toen al in zat. Ze wisten natuurlijk niet dat ik prof ging worden, maar dat ik wel ook toen al tijdens alle speeltijden en zo echt wel met een bal bezig was. Ja. Het is niet dat ik iets speciaals heb van levensmotto. Ik denk gewoon altijd hard blijven werken. Ik denk dat dat ook voor mij de reden is waarom dat ik prof ben geworden. Dat ik gewoon bij de jeugd en zo er altijd wel voor ging. En gewoon alles deed wat er gevraagd werd om gewoon mezelf ook beter te maken. Ik heb dan nogal gezegd dat ik zeker niet bij de jeugdploegen en zo de meest getalenteerde jongen was die er rondloopt. Ik had natuurlijk talent, want ik denk dat je zonder talent er ook niet geraakt. Maar bij mij was het zeker ook even hard werken. En dat is hetgene dat mij gevormd heeft tot wie dat ik nu ben, denk ik. Een moeilijke eigenlijk. Niet specifiek één iemand, maar ik denk dat ik uit mijn... Vroeger was Barcelona toch wel mijn favoriete ploeg. En dan spreek ik over tijdperk met Xavi in het middenveld, met Iniesta, met Messi dan natuurlijk vooraan, Puyol achteraan. Dus eigenlijk op dat moment was ik een verdedigende middenvelder en was Xavi toch wel mijn grote voorbeeld. Ik ga hem zeggen. Ik denk dat dat toch mijn debuut gaat zijn, nog altijd op dit moment. Dat is iets waar dat je op dat moment misschien ook door een beetje stress en alles er rond, dat je daar op dat moment te weinig bij stilstaat eigenlijk. Maar achteraf is dat gewoon wel de mooiste herinnering eigenlijk die er gaat zijn en die er gaat blijven. Gewoon die match op zich, we verliezen wel. Dat was tegen Antwerp. Maar voor mezelf was dat gewoon het moment waar dat je al zoveel jaar voor werkt. En dat dan uitkomt en dan gewoon... Mijn familie die erbij was, waar ik dan ook achteraf nog mee gesproken heb en zo en iets gedronken heb. Dus dat is gewoon de mooiste algemene herinnering, denk ik, mijn debuut. Ik eet wel graag champignons, tegenover velen die daar niet echt fan van zijn. Maar dat is eigenlijk een van mijn favoriete ingrediënten. En dan heb ik wel zo'n champignon risotto die ik zelf wel maak. Waar ik zelf wel fan van ben, moet ik zeggen. Dus misschien dat wel mijn favoriet is, ja. Ik moet zeggen, ik ben niet zo'n muziekfanaat. Ik luister graag naar muziek, dat zeker. Het is niet dat ik er zeer hard mee bezig ben. Ik ga ook niet de muziek opzetten in de kleedkamer. Maar zo van die nummers die echt zo blijven, zo de iets oudere nummers al, die spreken mij wel aan. Zo. Three Doors Down vind ik wel een goede groep. Heb daar Kryptonite, een zeer goed liedje vind ik. Dus ik ga dat zeggen, ja. Harry Potter, denk ik. Dus, vanuit de kindertijd is dat gewoon dat we, ik en mijn broers, elke keer als mijn ouders een keer niet thuis waren, dat was dat met ons drie filmavond en was het eigenlijk bijna altijd Harry Potter. Dus die 8 films heb ik al meerdere keren gezien, ja. De boeken niet. Nee, altijd al gezegd van ik moet er een keer aan beginnen, maar ik ben in het algemeen niet echt een boekenlezer en het is er nog niet van gekomen. Ik weet het niet. Dat is een moeilijke. Ik ga misschien zeggen dat ik van nature uit wel een beetje een leider ben misschien. En dat iets is wat dan misschien anderen minder hebben. Niet iedereen moet een leider zijn, maar ik denk dat ik dat wel een beetje in mij heb. Dus misschien dat wel een van mijn krachten is om een groep ook mee te trekken en mee te krijgen. Dus misschien dat wel, ja. En stel dat je een superkracht zou mogen kiezen van een superheld op de wereld.
Ja, zo teleporteren of zo. Ik denk dat dat wel de max moet zijn, moesten dat kunnen. Zo van, allee, van het ene moment op het andere ergens anders staan, dat zou makkelijk zijn, ja. Dus ja, mijn familie weet dat, ze lachen er ook altijd mee als, als we ergens naar iets moeten of we gaan iets gaan eten en op de kaart staat dan blanche als dessert. Dan weten ze dat een kanshebber is dat ik dat wel neem, ja. Vanille gewoon eigenlijk. Vanille of zo stracciatella met zo, ja, een beetje chocoladekorrels erin. Zo, maar eigenlijk is vanille voor mij het beste. Van degene die ik al gedaan heb, denk ik dat Tanzania toch wel mijn favoriet was. Een safari. Dat vond ik zeer goed meevallen. En ja, ik ben wel gefascineerd. Allee, gefascineerd is veel gezegd, maar Zuid-Afrika spreekt me echt wel aan als volgende grote vakantiebestemming. Wanneer dat ervan gaat komen, dat weet ik niet, maar dat is iets dat mij zeker hard aanspreekt. Dus wie weet wordt dat dan wel Zuid-Afrika. Ik moet zeggen dat de stad echt zeer goed meevalt. Ik woon hier echt graag. En dan denk ik dat, ja, de Muntstraat vind ik dan wel een gezellige straat om door te lopen. En ik ben ook wel iemand die graag een keer iets gaat eten. Dus, dan is dat misschien wel mijn favoriete straat, ja. Dat is, ja, dan eerder een beetje de... Allee, met momenten is dat misschien een beetje zo de bekendheid die erbij komt kijken. Het is nu niet dat ik daarvoor sta te springen. Dus zo echt op drukke plaatsen komen, dan heb ik zo wel iets van... Allee, op drukke plaatsen waar ik weet dat veel mensen mij gaan kennen, ja, dat probeer ik soms zelfs eerder een beetje te vermijden. Omdat ik zelf niet per se graag in de spotlight sta of zo. Dus hier na de match rond het stadion rondlopen, daar heb ik totaal geen probleem mee. Omdat ik dan weet van, dat hoort er gewoon bij op de match. Dan mogen mensen mij ook aanspreken, dat is geen probleem. Maar als ik nu ergens, ja, naar een feest zou moeten gaan hier of zo in de buurt. En ik weet dat veel mensen mij daar kennen, dan ga ik daar misschien iets meer tegenop kijken. Ja. Ja, wat moet ik nu denken? Ik moet zeggen dat ik hier eigenlijk nog niet zoveel heb meegemaakt. Dat is dan eerder van bij Waarheim. Al daar had ik wel een periode, ja, waar dat er zowel wat grapjassen in de ploeg zaten. Dat was dan met Thomas Buffel nog. Sammy Bossuit was daar ook wel een goeie in. Daar was het eigenlijk, ja, zeer vaak dat er zowel een keer zo van die hete crème in onderbroeken werd gesmeerd of zo. Dat ze dan aan de lunch toe kwamen en ging neer gaan zitten. Dat je soms wel mensen zag recht springen van het branderige gevoel. Dus dat waren zo'n beetje toen echt wel de, ja, zo'n beetje de vaste grapjes, zal ik maar zeggen. Maar nu is het eigenlijk met een brave groep op dat vlak. Ja. Niemand die zo schaar grapje. Ja, je hebt zo, ik denk aan Dylan Ouedraogo. Die zie ik dat eigenlijk ook wel nog een keer doen. Ja, ik denk dat zo'n beetje de grapjas wel is op dit moment. Ja, eigenlijk zijn dat veel gewoontes. Het is niet per se rituelen, maar dat zijn wel gewoon, ja, gewoontes die ik heb om gewoon altijd, voor de match eet ik altijd pasta. Maar dat zijn zo'n beetje van die vaste dingen waar ik wel gewoon aan vasthoud en waar ik wel graag heb dat er een ritueel in zit, een gewoonte in zit. Het is niet dat ik echt speciale dingen heb, dat ik eerst die schijnlap moet aandoen of zo'n dingen eigenlijk niet speciaal. Het kan wel een keer zijn dat ik, als ik een onderbroek heb aangehad, we spelen echt goed, dat ik dan de volgende match toch ga zien dat ik datzelfde onderbroek aan heb. Maar als ik er toevallig niet aan denk of zo, is het niet dat ik dan panikeer voor de match van oh, ik heb dat niet gedaan. Ik ben eigenlijk niet zo hard bezig met die ritueel. Het is meer gewoon wel zo voor de match een routine creëren van hetzelfde eten. Dat ik gewoon weet van dat ik dat ook goed ga verteren en dat ik daar geen problemen mee heb. Ja, een uitstapje mag zeker. Dat is dan, ja, met mijn vriendin een keer gaan fietsen of een stad bezoeken of weet ik veel. Dat doe ik wel graag. Sowieso fietsen zit daar eigenlijk wel bij op mijn perfecte vrije dag. Dat doe ik wel echt graag. Zelf ga ik graag met de koersfiets gaan rijden, maar dat kan even goed een keer zijn dat we, zeker een dag na de match, dat we dan een keer de elektrische fietsen pakken en gewoon een rustig ritje langs het water of weet ik veel. Dat is wel, daar sta ik wel voor open op een vrijdag. Ja, je fietst graag met de koersfiets, dan is dan ook
kruisstreek. Ja, inderdaad. Ik denk dat die daar zeker bij geholpen heeft. Ja, dat is de Vlaamse Ardennen. Dus, we wonen niet zo ver van de muur van Gerardsbergen, dus die heb ik in mijn jeugd wel gedaan. En dan daarna, als ik in Waregem woonde, was dat ook niet zo ver naar de Koppenberg en de Oude Quaremond en die streek. Dus dat doe ik zelf zeer graag, zo die hellingsjes. Zeker in het tussenseizoen, wanneer dat voetbal even stil ligt, dan spendeer ik wel redelijk wat tijd op de fiets. Ja. Ja, qua reizen staat Zuid-Afrika daar bovenaan. Qua echt doe-activiteiten. Moet ik zeggen dat ik recent eigenlijk eentje van mijn bucketlist heb geschrapt, zal ik maar zeggen. Want ik heb een luchtballonvaart gedaan. En dat was iets wat ik wel graag een keer wou doen. En wat dat dus nu ook gedaan is. En zeer goed meegevallen, moet ik zeggen. Ik zal eigenlijk iets nieuws moeten zoeken wat dan nu bovenaan op het lijstje kan komen. En wat ik dan ook weer kan uitoefenen. Dus, ik zou een keer moeten nadenken eigenlijk, ja. Is het wel eerder iets avontuurlijk, denk je? Of... Ik doe wel graag avontuurlijke dingen. Zo. Het mag wel een beetje zo, waar de anderen misschien schrik van hebben, daar heb ik vaak niet echt schrik van hebben. Het mag wel zoiets zijn. Ik moet zeggen, recent speelde nu tegen Nederland U23 en daar Brian Brobby vond ik toch echt wel een goede spits. Omdat hij gewoon, hij had eigenlijk alles van kwaliteiten die een spits moet hebben. Hij was sterk, snel, ook nog een goede techniek. Dus ik moet zeggen dat ik die wel nog een mooie carrière voorspel, zal ik maar zeggen. We hebben gewoon een goede ploeg, denk ik. Het zijn er velen die ik echt wel goed vind. Dan denk ik dat Mathieu misschien toch wel... Maar langs de andere kant vind ik bijvoorbeeld de Norre vind ik dan ook wel zo'n beetje een... Mathieu is zo meer iemand die ook de statistieken heeft. Veel goals, assists. Dus daarbij de ploeg echt wel helpt. Dus ik vind dat Casper misschien ook wel een keer in de picture mag gezet worden als een beetje de drijvende kracht daarachter. Dus zeer goede speler ook. Van mijn familie is dat Wauke. Dus dat is eigenlijk mijn bijnaam die zij gebruiken. Zo'n troetelnaamje zal ik maar zeggen, die al lang meegaat. En binnen de ploeg zijn er... Binnen de ploeg heb ik geen bijnaam eigenlijk, nee. Joachim, de assistenttrainer, die noemt mij Captain America. Van waar dat komt, ik weet het eigenlijk nog altijd niet goed, maar ik denk dat mijn postuur en zo daar wel een beetje mee te maken heeft. Dus die bijnaam wordt nu wel, en ik moet zeggen dat hij ook door meerdere mensen nu wordt overgenomen, dus misschien wordt dat wel mijn algemene bijnaam in de ploeg. Er zijn ergere, zeker. Ik heb eigenlijk altijd gezegd dat ik wel zo een snel dier wou zijn. Een jachtdier eigenlijk, dus een jachtluipaard denk ik dat wel mijn favoriet zou zijn. Zo, echt snel zijn en een keer jagen op andere lekkers, om het zo te zijn. Ik ben geen kannibaal of zo, maar ik denk dat wel, dat lijkt me wel tof om dat jachtleven te hebben. Dat ik en mijn familie en iedereen die ik ken en die mij dierbaar is, dat we allemaal gezond kunnen blijven. We hebben recent nu ook nog een bezoek gedaan aan het ziekenhuis met de ploeg. En ik denk dat je daar ziet gewoon dat wij ons allemaal zeer gelukkig mogen prijzen. Dat wij gezond zijn, dat wij deze job kunnen uitoefenen. En ik denk dat gewoon altijd wel het belangrijkste blijft in het leven om gewoon gezond te blijven. Mijn mama zal het graag horen, denk ik. Maar ik denk dat ik dan wel notaris zou proberen worden. Want dat is geen sinecure natuurlijk. Maar dat is wel, ik ben nooit begonnen aan rechten. Dat is ook een materie die mij wel aanspreekt. Dat was dan op dat moment niet echt te combineren met de voetbal. Maar ik denk wel dat ik dan ergens iets in de rechtswereld, zal ik maar zeggen, terecht zou gekomen zijn. Ja. Zo'n Gert Verhulst of zo, denk ik. Ik heb al eerder gezegd ook een keer dat mijn favoriete Belg was in een interview. Dat is zo.
wel een figuur waar ik wel naar zou luisteren en echt wel opnemen, omdat hij heeft veel bereikt en ik denk dat je van zo'n mensen toch wel echt iets kunt bijleren. Dus het zou dan 2 uur vooral luisteren zijn, maar het zou een interessante 2 uur zijn, denk ik. Ik denk behulpzaam. Ik denk dat ik wel altijd het maximale ga proberen doen om de mensen te helpen. Respectvol, denk ik. Vriendelijk sluit daar een beetje bij aan, maar ik ga gewoon die 3 dingen zeggen, denk ik. Respectvol, vriendelijk, behulpzaam. Ik denk dat dat gewoon zo'n beetje de dingen zijn. Ja, ik probeer die 3 dingen wel altijd toe te passen. Dan denk ik slangen toch. Omdat dat zijn zo van die dieren waar ik eigenlijk dan niet echt van moet weten. Dat is zo. Slangen en spinnen eigenlijk ook, waar je zo niet goed weet van zijn ze nu gevaarlijk of niet. Spinnen hier in België, heb ik geen schrik van. Als ze binnen zitten, zet ik ze buiten. Dan maakt me zeker niet uit. Maar als ik dan naar andere landen ga en ik weet dat daar gevaarlijke kunnen zitten, dan zal ik er nu toch ook niet te dichtbij komen. Geen idee. Ik ben nu aan het denken, ja. Wat dat vroeger? Ja, vroeger heb ik wel muziekschool gedaan en toen deed ik drum. Daar kreeg ik wel altijd goede commentaren van de leraar, dat ik er ook wel talent voor had. Maar ik moet zeggen dat ik er toen mee gestopt ben, ook een beetje door tijdsnood en door op internaat te zitten en dat gewoon niet meer ging. Maar dat heb ik wel al gezegd van op het moment dat we zo'n beetje gesetteld zijn, zal ik maar zeggen. Nu woon ik op een appartement, dat is ook al wat moeilijker. Maar als ik ergens in een huis woon of zo, dan denk ik dat ik drum toch wel nog een keer ga opnemen. En dan zou ik dat eigenlijk wel terug willen beginnen. Dus op dit moment is het geen talent meer, maar misschien komt mijn talent op dat moment terug naar boven. Er zijn eigenlijk niet per se veel dingen waar ik spijt van heb. Dus ja, alle keuzes die ik gemaakt heb zijn. Ik heb spijt dat ik vroeger op school dat ik toen iets te veel echt met de voetbal bezig was. Maar langs de andere kant heeft dat er misschien voor gezorgd dat ik nu voetballer ben. Dus dan heb ik er absoluut geen spijt van. Maar vroeger liet ik zo school zo soms wel een keer te lang aan de kant liggen. Een beetje uitstelgedrag ook. Dus dat is misschien een slechte karaktereigenschap van mij. Misschien had ik daar wel soms beter mijn best moeten doen in plaats van met de hakken over de sloot, dat soms wel was nu. Ik moet zeggen dat de van links naar rechts, dat is gewoon ook de omstandigheden in wat dat gedaan wordt, dus als we winnen. Dus dat is dan mijn favoriet, want dat wil zeggen dat we gewonnen hebben. Ja, ik had daarnet over mijn uitstelgedrag dat ik soms had, dat misschien een slechte karaktereigenschap is van mij. Dus de volgende persoon mag ook een keer zijn slechte karaktereigenschap op tafel leggen.